Yo, steent hier. Leuk jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we Mortus pushen met sugar en panda. Uh, alleen, we komen de hele tijd tegen. ja Mensen die ons delay geven. Echt super irritant. Echt, ik heb echt vier poys op rijden. Die ik net, heb ik gewoon niks gedaan. Ik heb alleen maar als een Duitser in de Eerste Wereldoorlog, een soort loopgraf gecampt. Helemaal niks gedaan. Want ik heb gewoon een seconde delay. Ik kan gewoon niet spelen dan met moord. Dat is echt onzin, maar. Uh, ja, dus dit is eigenlijk de panden binnen Sugarsnort, die even 2 tegen 3 gaan carryen. En het enige wat ik doe is even de midster proberen te pakken. Maar als ik delay heb en we komen tegen andere mortars, kan ik de midster ook niet pakken. Dus dat unlucky en uh, een beetje. Uh, ja, een beetje heel erg irritant. Want ja, dan zitten we zo lang in de match en kom je tegen een team die je delay geeft. Ik kan beter. Een minuut lang in een komen en uh, zitten. En dan tegen een team dat je geen delay geeft. Want het is echt super irritant om delay te krijgen. Maar ik zie jullie in ieder geval wel bij het eerste spotje. Oh, we hebben hem oké. Okay. Uh, dat is prima. Tegen een... Geen moords in ieder geval. Dus dat is chill. Uh, in ieder geval wel een tik en een piper. En een brok. Oké, okay, als die brok die geen jump. Oh, mijn god. wij hebben we weer delay. Kijk, dit. Oké, okay. je ziet het misschien niet heel erg. Dit is eigenlijk een stuk minder. Dit zijn waarschijnlijk Russen of zo. Uh, maar als je tegen Aziaten of mensen uit Amerika komt, is eh, dat is echt niet te spelen. Dat is super irritant. Uh, je hebt wel eens, als je met VPN speelt, dan heb je natuurlijk dat ook de delay. Maar ja, we spelen geen VPN. We willen juist geen delay. Dat is echt zo irritant. Als je moorders bent of zo, weet je? Als je, weet ik veel, Frank of zo bent, dan boeit het echt geen flikker. Maar als je moorders bent, is het echt super irritant. Uh, we staan in ieder geval voor panden. heeft al een kill gehangen. Ik heb de midstar. Uh, en voor de rest campen we gewoon een beetje. Dus uh, ja, dat is wat we doen. Uh, ik ga niet onnodig in als ik delay heb. Want ik ga daar sowieso dood. Uh, kijk, dit. Holy fuck. Dat is echt een seconde vertraagd of zo. Dat is echt heel erg vervelend. Uh, en als ik dan zo'n tik of zo wil killen, dan kan hij op tijd gewoon allemaal uh, troeven inzetten. Ik zal dat tikhoofd daar wel eventjes uh, tanken. Uh, Oké. Okay. Ja, dit is een beetje. Uh, als ik geen delay had, kon ik gewoon een mooie play maken. Even een, even een triple kill of zo. Maar ja, nu is dat uh, een beetje moeilijk. En dat ga ik ook niet zomaar doen. Want we staan voor. Dus het heeft ook geen nut uh, sowieso om te doen. Dus dat is ook wel wat. Maar oké. Okay. Even kijken of we kunnen winnen. Mm, weer die dikke weer super. Oh my god, wat irritant. Oké. Okay, ik ging even weg. Anders uh, hitte die me weer uh, met zijn normale aanval. En dan was ik misschien heel weak. En dan kon ik misschien doodgaan. Oké. Okay. Hebben ze daar de kill? Nee, ze hebben daar niet de kill op de brok, helaas. We hebben in ieder geval nog 20 seconden te gaan en we staan 5-0 voor. Dus op zich is dat wel goed. Ik kan nu wel erin gaan. Oké, okay, nee, de tick heeft ze super, dus dat kan dan weer niet. Um, Oké, okay, ja, we staan gewoon voor. Dus op zich hoeven we niks te doen. Als uh, Panda en Sugar of Panda en ik gewoon leven blijven, dan uh, komt het goed. Uh, Oké, okay, ik ga wel op die brok. Want anders uh, gaat Panda Bear misschien dood. Ja, zoals nu. En dan heb ik nog de kill. Oké. Okay, maar ja, Panda en Sugar carry je wel een beetje. Dit team wat niet echt delayed. Dus ik kon met Mortis wel wat doen. Uh, maar ik zal nu even in beeld een uh, clip laten zien. Of uh, ja, ik zal even een clip zo laten zien. Met echt harde delay. En dan uh, ja, zie ik het weer bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje tegen een Bell en piper. Of een Bell en pyron en een nani, nee, sorry. Uh, dit gaat ook weer irritant worden. Ik heb weer delay, godverdomme. Uh, dit is ook wel weer harder, delay. Dit is echt net zo hard als dat ik heb laten zien. Ik had vier potjes waar ik echt harder delay. dus ik dacht ik ga gewoon opnemen. Het vorige potje was iets minder, maar deze is wel weer, deze is wel weer uh, best hard. Uh, in ieder geval, ik ga dit potje denk ik gewoon niks doen. Uh, ik laat mijn teammates gewoon lekker carryen. Um, want ja, ik kan natuurlijk helemaal niks doen. Het is gewoon een uh, 2 tegen 3. Ik zou ook tegen Panda Beer en Sugar Snort net van... Ik heb een ziek video idee. Panda Beer en Sugar Snort 2 tegen 3 op uh, 1150 plus niveau. <laughs> dat had ik echt wel een mooi idee gewoon voor de video. Laat hun maar lekker 2 tegen 3 spelen. Um, we hebben net wel even een easy kill natuurlijk op die Nani. Maar ja, dat boeit echt totaal niks. Die was daar gewoon... Uh, ja... Die stond daar gewoon. En uh, zelfs mijn oma kon die kill nog maken, bijvoorbeeld. Ja, hij was gewoon twee-shot en uh, helemaal in de val. Dus dat boeit echt niet. Het is dan nog gewoon lekker de 2 tegen 3. Ja, eigenlijk als het een 2 tegen 3 is, moet ik nu helemaal niks doen. Uh, maar ik ga hier, denk ik, dood. Ja, helaas. Um, dus mijn, al mijn harde werk is weer weg. Dus het is weer een 2 tegen 3. Um, dus ja, deze delay is wel jammer. Alleen op zich, ja, als ik een kill kan maken, als bijvoorbeeld die enemies gewoon heel dom zijn. En in onze spawn zitten, zeg maar, zoals die Nani net. Of die bel kwam veel te dichtbij, terwijl ze one-shot was. Ja, dat moet je gewoon echt niet doen. Dat is zo dom. Dan, dat soort kills ga ik natuurlijk wel gewoon even meesnoepen. En dan is de Mortis natuurlijk gewoon nice. Ja, iedereen zou die kill kunnen maken. Dus dat boeit je echt totaal niet. Maar ja, ze dus worden hier een beetje in gespawn trapped. Uh, laat ik een beetje die Baron... Ik wil dat die Baron ze super gaat verspillen. Want die is super van Baron is stiekem irritant. Ehm... Uh, Oké. Okay. Ik dacht, ik daar daarheen. En dan gaat die Baron snel zijn super op zichzelf gooien. Maar dat deed hij niet. Um, ja, ik ga niet zomaar op die Baron. Zeker niet als hij super heeft. Want als hij super heeft, dan kan hij gewoon zichzelf meteen weer healen. Maar die bel hier kan ik wel killen. Ja. Bro. Oké. Okay. We hebben dit potje gewonnen. En we hebben letterlijk drie kills nog gemaakt. Dat is wel heel nice. Uh, en dan zie ik jullie wel weer bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje. Het potje hiervoor. Um, had ik weer geen delay. Dus die heb ik niet laten zien. Uh, maar nu eigenlijk ook niet. Oké, okay, nou, ik zie je dan wel weer gewoon bij het volgende potje, want ik wil uh, eigenlijk het 1200 deze video halen, zodat ik dat een mooie titel heb. Um, dus ja, dit potje is eigenlijk niet zo heel bijzonder om te gaan spelen. Oké, okay, mensen, we krijgen echt gewoon totaal geen delay meer. Dat is dat super chill we hebben. Nee, we hebben dit potje een uh, heel klein beetje. Het is echt Russische delay of zo. Dat vind ik eigenlijk wel meevallen. Ik wil echt tegen die harde delay. Ja, die hier kan ik op zich wel gewoon tegen spelen. Um, maar ik heb echt vijf potjes geskipt of zo, want we zijn nu gewoon bijna op 1200, dus ik denk, ik laat het wel gewoon zien. Uh, we hebben die potjes allemaal geen delay gehad, dus ja, dat is super nice. Maar uh, de bedoeling van de video was natuurlijk wel dat we gingen knokken met delay. Uh, laten we hier gewoon even focus zijn kijken of we dit potje kunnen winnen tegen een Surge een Penny en een Jean. Oké, okay? ja, als we die penny gewoon kunnen killen, zal het heel nice zijn. Uh, oh, me niet storen gaat random uit. Oké, okay, uh, prima. Maar die, die jean die gaat me hier killen, denk ik. Dus ik moet even vluchten. Mm. En gewoon even achter de muurtje zitten. Dan kan die jean niks doen in principe. En daar komt daar een penny. Penny is wel heel chill. Die kan ik wel aanpakken, gewoon met mortis. Uh, alleen surge moet ik wel voor oppassen. En jean moet ik ook voor oppassen. Want jean heeft die hele irritante gadget. Oh, wow. Die jean werd daar gewoon gedubbelt tapped door mijn teammates. Nice, nice, nice. Uh, ik kan op die penny hier gaan en dan heb ik een kill. Nice. Uh, en dan moet ik ook nog één hit voor mijn super. Oh, oh. Ik, deed, ik ging die Penny daar BM'en en dan ga ik dood in die search. Dat is echt ultieme karma gewoon. Dus dat is wel een rip. Kijken of we even onze Super kunnen krijgen. Uh, die Penny is helemaal aan de andere kant. Maar ik heb niet zo heel veel zin om naar haar te gaan. Want die Penny gaat daar waarschijnlijk toch dood. Misschien kunnen we die search hier killen. Die heeft best wel veel sterren. Even kijken. Oh, ja, oké. Okay, nou, zo hebben we de kill daar binnen. Uh, helaas alleen de gadget gemist. Maar boeien. We hebben wel een hit met onze Super op de Jean ook. Uh, en dit potje is eigenlijk gewoon een hele easy win. Oh, niet zo, dat gaat weer aan. Oké, okay? het zal wel. Uh, even kijken. Penny, uh, die kunnen we daar weer gewoon killen. Uh, oh, 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 oeps. Uh, misschien kunnen we hier even nog een soepje. Jezus, oké. Okay. Dit overleven, denk ik wel. Oh. Nee, oké. Okay. We hebben in ieder geval die penny overleefd. Ik had niet gedacht dat we die nog gingen killen, eigenlijk, maar ja. We hebben dit potje wel gewonnen, denk ik. Tenzij wij allemaal doodgaan. Dat lijkt me onlogisch. Nee, oké, okay, dit potje hebben we gewonnen. Um, ja, dat is super nice. Dan wil ik jullie eigenlijk ook gewoon bedanken voor het kijken naar deze video. Uh, vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie later, mensen.